De historische binnenstad van Dordrecht. Hier nog zonnig, windstil en met normale waterstanden. In de winter kan dat zomaar omslaan. Daarom testen gemeente en waterschap Hollandse Delta elk jaar eind september in Dordrecht de vloedschotten. Om op 1 oktober helemaal klaar te zijn voor het stormseizoen. Het vloedschottensysteem in Dordrecht is nodig omdat in de Prinsenstraat, de Voorstraat en de Riedijkse haven de waterkering een halve meter lager ligt dan op de rest van de dijkring rond het eiland van Dordrecht. Als dit er niet was, dan zou het water kunnen overlopen vanuit de woningen aan de Voorstraat naar het binnendijkse gebied in het centrum van Dordrecht. Wij controleren vandaag de vloedschotten van de gemeente Dordrecht. Daarbij controleren we of dat ze nog goed passen, of dat de afsluiting goed is en of dat alles nog functioneert zoals het hoort en dat het ook goed gaat in geval van calamiteit. Ieder adres weten wij van welk vloedschot er zou kunnen passen. Dus we hebben 3 verschillende soorten en per woning is aangegeven welk soort in welke deuropening moet passen. En dan hangen we hem erin. En dan kijken we of de afsluiting goed is, of dat die goed aangedraaid kan worden. En dan is het check. En als het niet zo is, dan krijgen we een kruisje. En de komende 1 à 2 weken worden dan de kruisjes gerepareerd of hersteld. Deze nog even bekijken. Douw eens bovenin. Je hebt wel eens dat mensen de gevel even iets veranderd hebben. Hij past net even niet. En daar kunnen we dan wat andere maatregelen nemen. Daar zit hij aan. Ik kan hem aanduwen, daar ook. Prima. Op de dag zelf krijgen we de evaluatie. Dan worden in samenwerking met het waterschap de lijsten nagelopen. En dan zien we heel goed wat dan de eventueel op te lossen problemen zijn. Dit systeem wordt eens in de 12 jaar beoordeeld of het nog toekomstbestendig is. Er komen steeds meer nieuwe innovatieve technieken die mogelijk op termijn dit systeem zouden kunnen vervangen. Bijvoorbeeld mobiele waterdammen die je kan vullen met het water uit de rivier, waardoor je ook een goede hoogte krijgt om het water te kunnen keren. Dat soort systemen worden allemaal onderzocht en overleggen met de gemeente Dordrecht. Voor dit stormseizoen weet ik zeker dat we er klaar voor zijn. Alleen met een noordwestenstorm met springtij, dan word ik toch wat zenuwachtiger.